Goedemiddag, mijn naam is Jos Aar. Vandaag een echt heel rijk accent met een stunt van getal. We gebruiken a log beta log c is c maal a log b. We krijgen een vergelijking log 2 log 3 plus 5 is log 3x plus 3. Wanneer ik c naar voren breng, dan kunt u krijgen log 3x plus 5. Dat is dus c maal log 2 is gelijk aan x plus 3 maal log 3. Nu je log 2 en log 3 zijn gewoon getallen, geen functies meer. Je kunt bij je getallen schrijven, krijg je dus in feite drie keren log 2x is plus 5, log 2 is dan log 3. Dus we gaan eerst log 3 schrijven, dus eerst log 3 schrijven, dus log 3, dus log, sorry, log 3 maal x plus 3 log 3. Je hebt twee keer een x gegeven, die kun je aan beide kanten brengen, dat is een vergelijking x, dus breng log 3 naar de ene kant, x en de 5 log 2 naar de andere kant. Dan krijg je dus 3 log 2 min log 3x is dan 3 log 3 min 5 log 2. Ja. Het gaat een beetje, je kunt de x buiten brengen hier. Je hebt dus x maal 3 log 2 min log 3 maal x is gelijk aan 3 log 3 wordt 3 log 27, 3 tot de derde. 5 log 2 wordt 5 log 2 tot de vijfde wordt 5 log 32. 5 tot 2 is 32. Ja, kun je schrijven als log 32 gedeeld door 27. Sorry, log 27 gedeeld door 32, sorry. Dus x is gelijk aan log 27 gedeeld door log 32. Gedeeld door, hier, 3 log 2. Dan wordt log 8, ja, min log 3. En dan kun je eindelijk schrijven, als je het een beetje uitwerkt, door log 27 gedeeld door 32 gedeeld door log 8 gedeeld door 3. We kunnen verder uitwerken, dat is hier stop met de uitwerking. Dat is het oplossen van een exponentiële vergelijking met verschillend grondgetal. Gewoon uitwerken. Dank voor de aandacht de volgende keer. Nog even bedankt om te kijken. Dag.